Pasteur is een beeld wat bij kasteel Markenburg staat. Markenburg is een kasteel dat nu in Schalkwijk ligt, maar vroeger eigenlijk in een gebied stond toen het Amsterdam Rijnkanaal er nog niet was, wat bij het Gooi worden. In het Gooi had je een heel belangrijk kasteel van de heren van Gooien, die jaren of eeuwen eigenlijk graaf over een groot gebied hier geweest zijn. En als graaf regelmatig in conflict kwamen met de Utrechtse bisschop, die ook zijn macht hier wilde uitoefenen. En die graven van Gooien die betwisten dat. Daarvoor hadden ze een groot kasteel in het Gooi. Ze hadden een tweede kasteel, Markenburg, waar ze ook op woonden. Daar ongeveer een 800 meter vandaan, rechtlijnig. Nou, rond 1350, 1353 ontstaat echt een oorlog tussen de heren van Gooien en de bisschop van Utrecht. En de bisschop belegert kasteel Markenburg, wekenlang, om de mensen uit te hongeren, want ze konden het schijnbaar niet innemen. En weten we uit de archiefbronnen dat er op een gegeven moment een steur vanuit Deventer wordt aangeleverd voor de bisschop om die buiten het kasteel op te zitten peuzelen, terwijl de mensen in het kasteel honger hebben. En op die manier ook het moraal een beetje te breken van de bewoners van dat kasteel. Daarna heeft de bisschop het kasteel met de grond gelijk laten maken. Het komt er zo vreemd over dat de bisschop een leger heeft. Hoort hij niet gewoon in de kerk dienst te doen? Ja, dat deed hij ook. Maar hij had ook een leger. Hij was ook de baas over het gebied hier. Over de provincie Utrecht, de provincie Drenthe, Groningen. Dat was het Oversticht en dit was het Nedersticht. Daar was hij ook gewoon de baas. Net ging hij dus oorlog voeren? Ja, dat hoorde erbij als je de baas bent. Dan moest je zorgen dat je gebied verdedigd werd. Dus dan had hij een leger, of hij huurde een leger. Zo kwam hij dus op Markenburg terecht. Omdat kasteelheren soms niet meer deden wat hij wilde. En dan werd zijn leger bij elkaar gebracht. En dan pakte hij het zwaard erbij. Zwaard in één hand, Bijbel in de andere. En dat voelt toch echt niet goed. En dan mag ik hier zoeken in de geschiedenis. Wat ik daar dan, bij dat kasteel wat weg is. Wat ik daar dan mag neerzetten voor beeld. Het trof me wel dat verhaal van de bisschop met een leger. En die plek Markenburg, om daar dan te zijn en te zien, door de gemeente is daar een mooi vierkant gebied leeggelaten met wat bomenplanting, om het gevoel te krijgen dat dat de plek was waar het kasteel stond. Nou, dat was de plek waar ik iets mocht neerzetten. Het leek me ook belangrijk om een verbinding te maken met mensen die niet zoveel van geschiedenis weten. Waar ben ik er zelf ook één van. En ik dacht, ik doe een verhaal wat door kinderen, vanuit het perspectief van kinderen wordt verteld. Met een naam die in die tijd voorkomt. Het jaartal erbij, ongeveer, dat de belegering dus plaatsvond van het kasteel. En dan een verhaal vanuit dat perspectief. Maar vooral ook om de verbinding met het hier en nu te maken. Want er zijn nu nog steeds mensen die honger hebben. En omdat wij nu over de hele wereld verbinding met elkaar hebben, met internet, we weten het ook. Dit is het ontwerp van de steur. Ik dacht, het is eigenlijk heel mooi om hem gewoon als een figuratief beeld op een grote schaal neer te leggen. En een steur herken je aan die punten hier van boven. Maar ik ben hem gaan bestuderen in de dierenwinkel hier in Houten. Want ik wilde toch zien hoe hij er precies uitzag. Ja. Kijk, als je dit op een paal zet, zo'n beeld, dat vind ik dan niet beeldend. En ook gezien de ruimte is dat niet zo mooi. En toen heb ik gedacht, ik zet hem op een aardeheuveltje met wat grasbeplanting. Omdat hij een beetje body moet hebben.